Welkom op weer een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. En we zijn bij de wasserij. Hè? Of wasserette? De wasserette. Dat is echt heel dichtbij. Even kijken of ik het kan laten zien. Maar daar bij de stoplichten ga je linksaf. Nou, ik denk 100 meter. En aan 100 meter die kant op ligt de boot. Dus dat is 250 meter. Echt heel dichtbij. Dus, en het werkt heel makkelijk. Je drukt hier op washing. Dan typ je de machine in die je wilt hebben. Hè. Wij hebben nog 1 en 2. We hebben G heeft de was opgespaard, dus we hebben nog 2 wasmachines. €6,50 per wasmachine. Maar de droge, die staan daar achteraan, 6 stuks. Die zijn heel groot. Dus waarschijnlijk sparen we op de droge nog weer een paar cent uit. En je kunt hier vanaf een dubbeltje kun je inwerpen. Dus dubbeltje, 20 cent. Ja. 50 cent, euro en 2 euro. En biljetten kun je er ook in doen. Als je op Google kijkt, dan heb je verschillende recensies. De ene zegt, het werkt soms niet. En dan moet ik, heb ik geld ingegooid en dan werkt dat ding niet. En ik denk, ja, is dat waar allemaal? Het kan ook iemand zijn die een hekel aan deze man heeft, de eigenaar. En de anderen die vindt weer, die hemelt het weer helemaal op. Ja? En dat kan misschien zijn dat kennissen van die man zijn. Dus ik doe daar nooit wat op uit. Je moet gewoon zelf hierheen gaan en dan moet je gewoon je eigen ervaring laten spreken. Maar, trouwens, moest kijken. Mooie foto's, hè? En een bankje. Waar je kunt zien, allemaal stoelen. Opvouwtafels. Hier nog een 3 zit. En daarvoor heb je allemaal boeken. Hey, we gaan zo nog een boekje lezen, hè? Maar weet je wat vervelend is? Dat zijn hele dikke boeken, dus die krijg je nooit helemaal uit. Dus je leest een stukje en dan is het was klaar en dan ga je weg. En dan moet je maar raden hoe het verhaal is afgelopen. Ja, als je geen bril bij je hebt. Ja, als je geen bril bij je hebt, ja, dan zoals wij. Ja, dus als je zeg maar een leesbril nodig hebt natuurlijk. Hè. Maar de eigenaar kwam net langs, daar heb ik even een gesprek mee gehad en die zei dat de problemen die, af en toe hebben we wel problemen hier, zei hij. Maar dat komt doordat mensen niet lezen. Dan gooien ze 5 cent hierin. Wel? Dus je vanaf een dubbeltje is prima, maar 5 cent kan niet. Hier staat ook nog iets. Let op, geen 5 euro cent muntstuk ingooien. Dat is nou duidelijk of niet? Hè? Dus hier staat het in het Nederlands en in het Engels. Geen 5 cent. Maar wat doen ze? Sommige mensen gooien toch 5 cent erin. En dan staat dat ding op storing. Tenminste, dan blijft dat muntstukje van 5 cent blijft haken. Hij zegt, dan kunnen mensen mij bellen. Ik heb er ook nog niet een telefoonnummer gezien hier. Maar het zal vast wel ergens op staan. En anders kun je het opzoeken online, denk ik, toch? Ik zal even zoeken hoor, of ik het kan vinden. Maar hij zei tenminste, als mensen mij dan bellen, dan ben ik met 10 minuutjes of een kwartier ben ik hier. Dus dan, dan bel je er gewoon in en dan wordt dat weer opgelost. Hele vriendelijke man. Dus wat dat betreft kunnen we dit wel aanbevelen. Nou nog even kijken of het droog uit de trommels komt. Jongen, wat een grote trommels zeg. Moet je eens kijken. Even zo. Ik denk als ik mijn best doe, dan pas ik hierin. Ja hoor. Ja, en netjes. Netjes schoon. En dit is, zoals hij zegt, het beste merk. Wasmachine en droger, Ipsos, dit merk. Dit is nieuw. De wasmachines zijn oud, maar die zijn niet nieuw, zei hij. En de betaalautomaat is over 2 weken kun je ook met de pin betalen. Dus dan komt hier een andere automaat te hangen en je met de pin kunt betalen en met de contant. Of wilt ruilen met een ander boek? Oh, dat kan ook nog, zie je dat? Dus als je hier de was gaat doen. En je hebt een ander boek aan boord. Dan leg je die hier neer en dan mag je dat boek meenemen. Dan kun je dus het hele verhaal uitlezen. Ja. En als je geen zeep hebt, hier heb je ook nog een zeepautomaat. Ik kan niet goed zien wat het kost trouwens. Oh ja, moet je even een nummer intypen. Hè? Nou, zeg maar door, 407 hè. 407, €1,30 voor de zeep. Dat is
Hoor, is wasverzacht? De bovenste is wasverzacht. Oh. En die onderste is zeep. Dus dan moet die onderste doen. Dat is 5,05. 2 euro. Dus dan ben je 6,50 euro. 8,50 euro. En dan, ja, dat ligt eraan. Als je, maar de droge kost 2 euro. Dus dan zou je 10,50 euro kwijt zijn. Als die dan droog is. Dus ik weet niet, dan gaan we zo even testen of het droog is met 1, 2 euro muntstukje. Of ja, dat we er nog eentje moeten doen. Je kunt de temperatuur staan, dus je kunt op hoge temperatuur kun je drogen. Ja? Ja, kan je instellen. Maar dus hoge temperatuur en dan is het 2 euro genoeg waarschijnlijk? Waarschijnlijk, je moet gewoon was erin doen, geld erin en dan kan je temperatuur instellen. Ja, oké. Okay. Dus, nou, gaan we zo even bekijken als het was klaar is. We zijn weer even een tijdje verder. En Geer heeft de was eruit gehaald, gaan we in de droog. En de was kwam er behoorlijk droog uit, zei ze. Hè? Dus, we zijn even naar de winkel geweest, in Boschamp gedaan. En toen we terugkwamen, toen stond erop nog 5 minuten. Dus hij heeft 5 minuten echt gecentrifugeerd. Ja, dan is het meeste water er wel uit natuurlijk. En nou, alles in de grote trommel van 2 wasmachines. Eenmaal gedraaid met 2 euro, en het is nog niet droog, dus er moet nog een keer 2 euro in. Is dat een stuk droger dan dat was? Ja, wel ietsjes, ja. Ietsjes, zegt ze. Dus ik doe er nog even meer 2 euro in de automaat. Kijk, BBA staat voor de deur. Brandblusapparaten, denk ik dat is, in plaats van betonboring en akker. Wel apart hoor, om die 3 letters zo bij elkaar te zien. Nou, dan gaat het weer. Draaiing. De E. Dus die. Oké. Okay. 2 euro erin. De machine werd machines werden gestart, zegt hij. Ja, dan gaat hij weer. Kijk, dan had hij wel nou straks droog is. Ja. We zullen zien. Meestal weer droog? Ja. Niet alles. Niet alles, zei ze. Nou, als het niet helemaal droog is, droog is natuurlijk thuis wel, hè. Anders doen we nog een keer 2 euro in. Ja toch? Het is droog, zeg Gea. 3 keer over. Wat je nou ziet, hè, er zijn eigenlijk 2 wasjes. Dus is het in totaal was het dan 19 euro. Nee, je hebt ook een hoop jachtavonden, dan betaal je 5 euro voor de wasmachine en 5 euro voor het drogen. Dus dan is dit niet duur, toch? Zo, dan zit de binnenkant er ook bij. Daar zie je een zakken, maar dat is niet van deze verf, dat is van die witte verf wat eronder zit. Moet ik alleen de andere kant ook nog even doen. En ik heb de buitenkant gedaan, dan moet ik alleen de binnenkant nog even doen. Maar ik vind het wel mooi lijken. Dan moet ik alleen nog even onder, dat zwarte. Daar zitten nog wat beschadigingen aan, dan moet ik nog eventjes met de zwarte primer, die heb ik in spuitbus. Dat heb ik voor ook al gedaan. Daar ga ik ook nog eventjes mee bezig zo. Kijk, deze kant is ook klaar. Dit hier zo, ik weet niet eens hoe die dingen heet, die bevestigingsdingen weer voor de tent. Maar die moeten er dan vanavond even weer op en dan kan de tent weer dicht. En dan ga ik dit witte nog even opnieuw doen, hier rondomheen, want er zit nog maar 1 laagje op. Dus daar moet er nog weer een laagje op bij overheen. Ik krijg regelmatig de vraag over of wij de boot nog gaan isoleren. Maar dan gaat hartstikke vochtig worden, zegt iedereen. En het wordt koud. Nou, ik zal je vertellen. Wij hebben een jaar of wat op een tjalk gewoond. Hè? Een 20 meter tjalk, Elysium heette die, hè? Ja, klopt. Elysium. Dat is, wat was dat ook alweer? Het kwam uit de Griekse mythologie. Ja, iets met de eeuwige jachtvelden of zo, weet ik wat. zoiets. Het was een heel mooi schip. 20 meter lange tjalk, 4 meter breed. Daar woonden we met z'n viertjes. Dus hij was ongeveer de helft qua lengte van dit. Maar we zaten met een dubbele aantal personen in.
En een hond en een kat. Oh ja, en een hond en een kat. En die ademen allemaal. Die komen allemaal vochtvrij natuurlijk. En daar hadden we nooit geen vocht. In die boot niet. En die was niet geïsoleerd. Dan was de opbouw was wel van hout. Dat was ongeveer 80 centimeter geloof ik. Maar het gedeelte waar je zeg maar met de schouders onder zit. De gangborden en zo en alles. Dat was niet geïsoleerd. Enkel glas. Enkel glas zat er al in. Ja. Het enige waardoor we wel wat vocht hadden was dat de ramen lekten. He, de kozijn, nou, dat was een verkeerde kozijn. Die hadden ze helemaal verkeerd gemaakt. Dus als de wind erop opstond op een verkeerde manier, hè, als het, zeg maar, het regen recht van boven naar beneden kwam, hadden we geen last van. Maar als de regen echt hè, de zo opwaaide, zo schuin, dan had je allemaal theedoeken langs de ramen liggen weer, maar dan lekte dat allemaal. Maar dat hebben we nooit veranderd, want we woonden later toch een betonnen ark daar neerleggen. Daar waren we al mee bezig. Totdat Gea de handwerkwinkel in het dorp ging overnemen en toen zijn we uit de boot weggegaan. Dan hebben we de boot verkocht. Maar wat ik ermee wil zeggen is dat wij hadden daar geen vochtprobleem. Maar we hadden ook de kachel, daar hadden we ook nog gaskachel ook nog. En we kookten nog op gas. Dus dat is dubbel op vocht natuurlijk. Hè? Allemaal dubbel op. Douchen. En douchen daar. Dus wij douchen hier niet. We zijn hier maar met z'n tweetjes. En we koken niet zoals jullie weten. En dus niet douchen, niet koken en oh ja, en we hebben dieselkachel, dus dat is heel wat anders, hè. We hadden daar ook een gaskachel en hier hebben we de dieselkachel. Nou, als wij nou in de winter, dan hadden we met de houseboot, hebben we dat ook gedaan, de dieselkachel aan laten staan, hè. Gewoon continu aan laten staan de hele winter. En dan als het te warm is, gewoon even een raampje open, hè. En dan daar waar de wind heen gaat. Dat is het, als er vocht is, dat eruit gaat. Maar we hebben in de houseboot nog geen vocht gehad. Dus ja, en op die chalk ook niet. Dus ik ben er niet zo bang voor. Zoals nu, als de zon erop brandt. Vooral daar zo bij de patrijspoortjes. Bij die raampjes. Als de zon erop brandt en dat doet nou en je voelt daar zo aan, dan is het inderdaad warm. Maar als het, zeg maar, de zon weg is. Dan is het in een huis, en dat was op de houseboot ook, is het dan s'avonds nog warm. Maar bij deze niet, want op het moment dat de zon daar niet meer opschijnt, dan is dat ijzer koud. Dus dan is gelijk de warmte weg. En ik verwacht dat in de winter, schijnt natuurlijk ook wel eens de zon, dat als dan heb je natuurlijk warmte van die zon. En als de zon niet schijnt, ja, dan zal dat ijzer wel wat koud zijn. Maar als dan de dieselkachel brandt, dan haalt hij de erge koude wel af. En het is bijna allemaal hout hier zo in de boot. En dat hout dat wordt natuurlijk verwarmd door de hitte van de warme lucht van de dieselkachel. Dus we zouden het eerst doen. We hadden het over kurk om dat erop te plakken. Maar we hebben toch besloten om het niet te doen. Gewoon eventjes afwachten en even kijken wat er gebeurt dit winter. En het kan best zijn dat we het helemaal mis hebben. Dat het helemaal anders is dan wij verwachten. Nou, dan kunnen we altijd nog volgend zomer of volgend voorjaar de boel gaan isoleren voor volgende winter. Maar we gaan het eerst eens even afwachten. Dus, nou, en het is ook zo dat de tent zit erop. Dus de tent die ventileert natuurlijk iets. Dat is nooit helemaal dicht. Er zitten nog twee van die, ja, hoe heet dat eigenlijk? Ja, een soort ventilatieroostertjes. Ja, ventilatieroostertjes die er zo opgenaaid zijn, zeg maar. En dan zit er aan de binnenkant zitten horga's. En aan de buitenkant is dat hetzelfde doek, hè? Dan kan dat ventileren. Dus je hebt altijd nog ruimte om te ventileren. En die deur wat hier nou zit, hè, die klep, dat houdt allemaal. Dat is ook niet helemaal 100% dicht. Dus we hebben genoeg ventilatie. Dus we gaan er gewoon even bekijken. Bekijken, hè? Bekijken. Hoi. We hebben even een potje zwart. Maar ik wil dat eventjes bijwerken. Hè, de zijkant van de boot. Maar dan... Daar heb ik dus zwarte prijmen, matzwart. Maar daar kan ik er beter gelijk eventjes goede verf overheen doen. Ja toch? En dan waren we toch even weer hier bij Rien de Wolf. Dus, of waren we hier? Zijn we even heen gefietst, moet ik zeggen, omdat we toch nog in Purmerend zijn. Dus even een potje gehaald. Voor een hele nette prijs. €29,99. Het is vandaag donderdag. En ik zou aan de andere kant... zou gisteren eventjes vast de boeiende prijmen zetten, de plekjes. Maar ik weet niet of het te zien is zo. We kregen buren en de wind gaat die kant op. Dus als ik dan met een spuitbusje bezig ga, dan krijgen we misschien allemaal spikkeltjes op een boot. Hè? Dat is niet de bedoeling.
Dus ik heb hem gisteren even schoongemaakt. En dan ga ik even kijken, maar volgens mij gaan ze zo ook weg. Dan kan ik straks eventjes daarmee bezig. Maar ik heb vanmorgen deze eventjes in de bruine verf gezet. Dus nu is de hele binnenkant klaar. Buitenkant is klaar, binnenkant is klaar. Het is nog niet helemaal droog. Maar het geeft niet meer af. Dus ik kan het vandaag mooi drogen. Dan kunnen die dingetjes er allemaal weer op, dat we de boel vast kunnen zetten. Maar eerst even wachten tot de buur weggaat. Kijk, ik heb al die plekjes, heb ik allemaal eventjes bijgespoten met primer. En nu ga ik eventjes met een kwastje al die plekjes eventjes los doen met deze verf, hè, die Epifanus waar we gekocht hebben. En dan ga ik later een keer een heleboel opschuren en dan ga ik het even helemaal met de rollen doen. Dan heb ik aan deze kant van de boot een handdoek. Zo, die is nat. Als ik dan sop met de verf, heb ik niet het hele bootje zwart. Dat scheelt weer, hè? Dus ik, ja, trouwens, hier zou ik nog iets kunnen. Moet ik even dit zo doen. Ik heb het potje in een emmer gezet, zoals je ziet. En zo. Ik ga niet voor mooi. Als het maar dicht is, hè? Dat er geen water meer bij kan komen. En beter in een touwtje vastleggen, denk ik. Maar goed, het gaat er even om dat je even ziet dat dit het idee is. Nou, ga ik doen gewoon even een paar laagjes eroverheen. En net wat ik zei, als een boot dan een keer uit water is, of misschien ook wel iets eerder, ga ik hem een keer echt helemaal goed aanpakken. En waarom de boot niet uit het water is nu, dat gaan we nog een keer uitleggen in de video. En dat mag Gea dan even tegen jullie zeggen. Zo lijkt het al een stuk beter, vind ik. He, als je er zo langs in kijkt. Ja, toch? En dat wat zeg maar onder het water zit, ik dacht eerst dat er een dikke roest op zat waar ik eraf moest pikken. Maar gisteren heb ik even met de kwast, zeg maar, met die zwabber, ben ik er even langs in geweest. Kon ik er zo allemaal afvegen. Dat was gewoon aangegroeide ja, rotzooi, zeg maar. Dus dat ziet er echt wel goed uit aan de onderkant. Tenminste het eerste gedeelte. Het is vandaag vrijdag. En we gaan even een stukje fietsen. We gaan naar Monnikendam. Als ik de rook niet meer ruik in het oude Monnikendam, waar de buitenstaanders aan de touwtjes trekken, dan denk ik, hé, ik lijk wel gek dat ik ooit van deze plek never, nooit meer ga vertrekken. Daar maar pulp, daar maar ook, een makkereel of wat dan ook. De oude mannen praten tot de sluis. Voor geen miljoen, een dikke zoen en nog heel veel te doen. In de haven voel ik me thuis. De makrelen, yeah, zijn om te stelen. De makrelen, bruine gele. De makrelen, zijn om te stelen. Dus Monnikendam, roken nou maar velen. Hou nou maar op, hou nou maar op, hou nou maar op. Onze rokerij wordt nooit een koffieshop. Al zal ik altijd met pullen blijven stroken, blijf ik altijd bij die lange roken. Dan hangt de toren met zijn engel en de paden in de zon en de mannen met zijn kruppel waar het allemaal begon. Ja, de makrelen zijn om te stelen. De makrelen, je bruine gele. De makrelen zijn om te stelen. Dus Monnikendam, rook je nou maar velen. Het is weer een heel tijdje geleden dat we in Monnikendam waren. Toen waren we met een bootje, daar hebben we toen gehuurd. Een paar jaar geleden. Of was dat vorig jaar? Nee, volgens mij 2 jaar geleden. Maar toen zijn we niet echt zo het stadje in geweest. Dus dat is ook wel leuk. Kijk, als je die drijven ziet onder die vlotjes, dat zijn dezelfde die wij later onder de hoofdboot hadden gebouwd.
dat was wel even een lekker tochtje, zo'n fietstochtje. Dat is echt lekker. En kijk, zo lossen we het eigenlijk ook wel een beetje weer op, hè, dat we zeg maar dieper steken, hè, die E65 door die diepe kiel. Kunnen we niet overal komen. Dus dit soort plekjes wordt dan een beetje moeilijk, hè, tenminste binnendoor. En dan doen we dat eventjes op de fiets, ja toch? En dat doen we zeker ook nog wel eens vaker, zo even met de fiets. En dat is ideaal toch zo? Bedankt voor het kijken en tot woensdag. Herman en Gea, met Yuki aan hun zij, zal hun avontuur nooit eindigen zo vrij. Met liefde en vreugde, als hun trouwe metgezel, blijven ze zwerven tot aan het einde van het spel.